Wij zijn de actie, de sequel. Het is nu maandagmiddag in de kantine van Kaljauwe Rademaker Verhuizingen. En nu hebben we uitgepakt wat er in de dozen zat. Alles wat we hebben opgehaald en wat we later nog hebben opgehaald. En weer later nog eens hebben opgehaald. Maar ja, jullie zien het. Het is echt een tafel vol. Het is van alles en nog wat. Heel veel bonnen. Die heb ik hier een beetje. Dus ik probeer het in 10 dozen te krijgen. Als het niet lukt, worden het er misschien 11 of 12. We gaan gewoon even kijken hoe dat loopt zo meteen. Maar ja, je ziet het al. Kijk hier, industrieel, dat is een bon. Maar eigenlijk is het een wijnrek, weet ik nog. Een mooi wijnrek ook. Of een, maar je kunt kiezen welke kleur. Dus ze heeft er een bon van gemaakt. Frietboutique, beetje anders. Gewoon 10 keer friet, snack. Het molenwaterpand heeft hele mooie dingen. Ik riep laatst dat het voor €230 aan tegoeden is. Dat is dus voor bijna €500, begreep ik. La vie en vet. Ik zie broodjes en salade van de Zeeuwse broodjeservice. Een tennisles van tennisleraar Smit. Het lokaaltje. Taal, kleuradviezen. Mr. Jengis is niet meer open, maar ze geeft dan nog weg. Het Zeeuws Museum. Ja, lokaal 39 is nog niet eens open. Dat is pas woensdag, maar die geeft toch al wat weg. Nou, dat is een mooie start. De herdokters. De Scandinavische Scandinaviën. Nou, natuurlijk de koekjes van Oranje Oven. Pluk de dag doet uiteraard ook mee. Desafinado. Te goed bonnen. Henks Havenzorging. Er staat nog een elektrische tandenborstel tussen. Die komt dan ook nog even tussendoor. En ik kreeg op het allerlaatst. Huis van Bloemen met 10 prijzige bonnen. Een lesje chocolade maken bij het Chocolademuseum. Trouwen in Zeeland doet mee. Een mooie lamp van huis uit. En die heeft ook nog te goed bonnen gegeven trouwens. Max 35 in de Segeerstraat. Coco Shoe Store. Wat is dit? Solo. Een spaarlama. Lama's zijn blijkbaar hot. 77. Nog nooit van gehoord van de café. De Vriendschap. De Herberg. De Café de Geren. De Dames van Wit en Zo. Hier een mooi boek van... wie is dat ook alweer? Dille en Camille. Bahamarkt. We hebben heel lang zitten kijken wat het nou precies is. Maar we houden het op dadels. Die heel lang meegaan. Nou, weer allemaal te goed bonnen hier. Zeeuws ontspannen. Esprit doet ook weer mee. Zoals vorige keer met mooie te goed bonnen. Madame in de lange file. Ook 5 mooie te goed bonnen. Salon Dignity. Wie is dit? Hart en ziel. Te goed bonnen met een flesje bier en andere dingen. Dat heb ik nog niet goed bekeken. Dat zal ik nog doen. Barremerken met een paar mutsen. En te goed bonnen. 2 pennen van €60. Chocolade van het ministerie van chocolade. Sokken, die zijn van State of the Art. Allemaal drank. Sylvie's Gestier Sapori. Te goed bonnen met wijn en bier erbij. Dit is van Toko-san. Beaumont, nou ja, die maken een cadeaubon in een mooie glazen stolp met een cactus. Dat is zeer veel aandacht aan besteed. Prachtig. Brocanterie Le Rêve, nog niet zo lang in Middelburg. Maar geeft ook dingen weg, waaronder een minispeer die er net voorbij kwam. De Athlete's Food, ben ik op het laatst nog geweest. Wat is dit? Dat weet ik even zo snel niet, nou dat komt goed. Nou, en dan hier in de hoek nog allerlei tassen. Tassen vol met tassen, maar ook een tas van het Zeeuws Archief met hele mooie dingen. De Sjaal met verhaal doet weer mee deze keer. Daar zitten natuurlijk sjaals in. Hier zijn de tassen, het cadeau, groeten uit Middelburg en van TNT van Casa de Surpresas. La Vaca kwam heel verrassend met een compleet karpet. Nou, dat past dus niet in een doos. Dat geldt ook een beetje voor de dozen van La Piccola. Dat zijn te goed bonnen, maar dan verpakt in een pizzadoos. BD Store geeft een prachtige trui weg van Carhartt. Sloffen van de Arend. Wat hebben we hier? Elkantra heeft een mooie schaal en dat is onder ook weer een mooi boek ook. Uiteraard met Marokkaans thema. Hoofdstuk 2, de dames doen ook allebei een mooie te goed bon in een mooie tas. En hier de Tosti Club uiteraard. Die geven ook te goed bonnen. En wat kleine goodies erbij. Nou ja, jullie zien het. Het is veel. Ik ga nu eens kijken of het past. En dan ook vooral goed opschrijven wat in welke doos zit. Want daar gaat het straks allemaal om. Dank u!